Je moet echt wel een beetje beschikken over ballen, want je staat daar in een outfit wat vrij bloot is. En je staat dan toch wel voor die duizenden mensen. Ik ben Iris Kluin en ik ben captain van het Legacy Dance Team en wij dansen bij alle thuiswedstrijden van Donar. Voordat de game begint, verzamelen wij 1,5 uur van tevoren met alle danseressen. En dan gaan we allereerst onze make-up doen. Zodra je de kleedkamer uitloopt in de showkleding, met de make-up op, haren gedaan, dan ben je toch wel een ander persoon. En dan kom je in de rol van cheerleader. Daarna gaan we alle dansen doornemen. Als teamcaptain ben je verantwoordelijk voor het algehele plaatje. Dat je zorgt dat de muziek bij de DJ komt, dat je goede planning hebt gemaakt. Het regelen van attributen die we gebruiken op het veld en dat je zorgt dat alles staat op zo'n avond. Dat moment dat we onder de tribune staan en de hele zaal is donker, de spelers die hypen elkaar helemaal op en dat is het moment dat wij ook echt zo'n spanning in je hele lijf voelt. Die adrenaline die hoopt zich op. Zodra wij de tune horen dat we op mogen, ja, dan ren je het veld op. De sfeer binnen Martini Plaza is fantastisch. Wanneer je dan op het veld staat en je kijkt naar boven en je ziet al die mensen zitten, dan voel je gewoon die spanning en die adrenaline. Die giert dan door je lichaam en dat geeft zo'n kick. Wanneer we gedanst hebben, gaan we gelijk weer af. Dan gaan we onder de tribune staan om gelijk weer de volgende positie klaar te zetten. Zodat wanneer een time-out komt, we gelijk voorbereid zijn om weer het veld op te gaan. Tien jaar ben ik nu aan het dansen bij de thuiswedstrijden. Ik denk wel dat dit verslavend is, want ik doe dit al zo lang en ik blijf het elke keer leuk vinden. En ook in de dagen dat je even geen zin hebt of weet ik het, je voelt je niet lekker. Dan toch als je daar bij Donar staat en je gaat het veld op, dan voel je zo'n ontzettend goed gevoel. Wanneer de wedstrijd afgelopen is, wensen wij de mensen een fijne avond. En dan staan we daar toch echt wel met een voldaan gevoel. We hebben een goede game neergezet, we hebben goed gedanst. En als iedereen dan tevreden naar huis gaat, dan gaan wij ook tevreden naar huis.